Als wij in combinatie de verkiezing ingaan of in combinatie de regeermacht uitmaken, wij hebben als VHP altijd respect getoond voor onze partners en zullen dat altijd blijven doen. Dit zei VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi vandaag op een persconferentie. Aanleiding tot deze persmeeting was het 70-jarig bestaan van de partij, die volgend jaar januari wordt gevierd en de actualiteiten met betrekking tot het in combinatie samenwerken of niet. Santokhi voerde aan dat zijn partij sinds 1987 in combinatie met afwisselende partners de verkiezingen is ingegaan. Volgens hem heeft combinatievorming echter zowel voor- als nadelen. Dat als je in combinatie bent, dat je een breed sociaal, maatschappelijk, politiek draagvlak hebt. En dat je als combinatie representanten hebt van verschillende groeperingen. Het kan zijn etnische groepen, het kan zijn culturele groepen, het kan zijn verschillende beroepsgroepen, belangengroepen. En dat maakt namelijk dat je als politieke combinatie groot, breder, politiek draagvlak hebt. Maar combinatie heeft ook minpunten die wij als partij ook ervaren hebben. En één is namelijk dat combinatievorming niet altijd de garantie biedt dat na de verkiezings jouw partners nog bij je blijven. Dat heb ik ook al ervaren, dat heeft u ook al ervaren. Dat na de verkiezing er geen garantie is dat die partners nog bij je blijven. Dat is het. Tweede is namelijk dat na de verkiezing we merken dat ook leden van partners soms overgaan. En dit zorgt ervoor dat er een stukje wantrouwen ontstaat in de politiek. Er ontstaat een stukje wantrouwen bij het kiezersvolk. En we moeten serieus als politieke organisaties er naar kijken. Omdat politieke organisaties slechts kunnen bestaan op basis van het vertrouwen dat zij genieten vanuit de samenleving. Dat zij genieten vanuit het kiezersvolk. En als er een stukje wantrouwen is vanuit het kiezersvolk, dan moeten we heel serieus naar dat vraagstuk kijken. En dat doen we als VHP zeker. Hij noemde als voorbeeld de combinatievorming voor de laatste verkiezing. 7 politieke partijen hadden een overeenkomst getekend om op regionaal niveau samen te werken. De partijen hadden namelijk de intentie om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Na evaluatie van de afgelopen verkiezingen is geconstateerd dat de VHP als grootste partij uit de bus is gekomen. Sommige van de partners van de zogenoemde V7 zijn overgelopen. Santokhi benadrukt dat de VHP na ruime beraadslagingen intern heeft beslist om er alles aan te doen om het kiesstelsel gewijzigd te krijgen. Alhoewel wij niet in de regering zijn. We zijn een oppositiepartij. We moeten alles doen om het kiesstelsel gewijzigd te krijgen, omdat het kiesstelsel niet rechtvaardig is, niet democratisch is, niet evenredig is, niet appelleert aan de democratische gevoelens van het volk van Suriname. We hebben ook als partij beslist dat door die sterke groei van de VHP, dat we daaruit ook afgeleid hebben dat er een groot vertrouwen is in de VHP. En tegen die achtergrond hebben we als partij beslist dat de VHP zich zelfstandig zal opstellen. En naar die verkiezing toe zal de VHP zich zelfstandig ook opstellen. Hetgeen ook beslist is door ons congres. En dat hebben we publiekelijk bekendgemaakt. Dat wij als partij ons zelfstandig profileren. Dat we ons als partij ook transformeren, nationaler maken, alle Surinamers toegankelijk maken tot de partij en dat de partij ook toegankelijk gemaakt is inmiddels naar alle districten tot in het verre binnenland. Santokhi gaf verder aan dat ook de huidige partners af en toe afwijkende standpunten innemen, waar de VHP ook respect voor heeft. Aldus VHP-voorzitter Santokhi op een vandaag gehouden persconferentie in het partijcentrum van de VHP aan de Jagannath Lakshmanstraat.